Yo kijkers van mijn kanaal, tot de hoop leuk weer kijken naar een nieuwe GTA 5 Live video. Ik hoop dat iedereen niet vast gaat raken niet van deze video, want ik zou ze allereerst op like knopje, want ik zou ze op tweede plek, want ik zou ze op nee knopje, het allemaal heel gewaardeerd. En dan zeg ik gewoon let's go. Wat we vandaag over gaan hebben natuurlijk, is natuurlijk weet je, ik heb nu letterlijk jongens, ik heb letterlijk even kijken, ik kan het even laten zien. Je ziet er rechtsbovenin al staan, ik heb letterlijk even checken. Ik heb nu 208 milli. 829k en $137. Dus dat betekent dat ik laten zeggen 208,8 milli heb. Hoe ik dat heb gespeeld, bij elkaar heb gespeeld, ja, dat ga ik jullie dus allemaal uitleggen in deze video. Ja, ramt ik zoals ik al zei, ramt ik sowieso op het like-knopje, zoals ik al zei, wordt heel gewaardeerd. En dan zeg gewoon let's go, weet je. Ik kan jullie gewoon een aantal tips gaan geven in deze video en hoe en wat. En dat gaan we ook zeker doen. Maar als je kijkt ook bijvoorbeeld, weet je, stats. Dan kijk je letterlijk bij time spent in GTA Online. Staat er letterlijk bij 136 dagen 23 uur. Dat betekent dat ik letterlijk bijna 137 dagen in GTA 5 Online heb gezeten. En ook gewoon gespeeld heb, of course. Maar dat betekent ook dat ik bijna een miljard heb verdiend in GTA. 762 miljoen heb uitgegeven in GTA. Dus dat is aardig wat. Dus ja, ik weet niet. Het is gewoon heel bizar. Weet je, ik heb nu letterlijk in 2,5 maanden ben ik van 10 milli. Naar 200, laat zeggen 210 gaan. Dus ik heb letterlijk 200 miljoen bij elkaar gespeeld, jongens. Door letterlijk KO's te doen, een beetje businesses te doen. Ja, wat nog meer. Ja. En dan bedoel ik met businesses, hè. Bedoel ik letterlijk waar. Gewoon een nightclub. Zet je daar alles aan. Dat kan ik zo ook even laten zien, trouwens. Maar ja, zoals ik al zei, je nightclub verdien je heel goed mee. Als je heel veel businesses in de game hebt, voor alle MC businesses, dan verdien je al lekker. Want als je bijvoorbeeld de cocaïne. Meth, counterfeit cash, bunker uit en een crate warehouse of een hangar. En je hebt een nightclub, en je hebt al die technicians, en je hebt al die upgrades op de nightclub. Ja, dan verdien je heel erg goed met je nightclub. Je moet natuurlijk wel onthouden dat je af en toe wel business battles moet pakken. Wil je daar ook natuurlijk iets meer geld mee kunnen verdienen, dan krijg je natuurlijk geld. Sorry, ja, je krijgt geld van die business battles, je krijgt goods in je nightclub en je krijgt XP. Dus dat is allemaal wel heel erg lekker, dat is gewoon triple rewards eigenlijk. Ja, en sorry hoor. En wat ik dus ook trouwens bedoelde met de KO's, hè. Ik heb 0 KO replay glitches gedaan voor mezelf in ieder geval. Ik heb het niet ontvangen, tenminste. Volgens mij wel misschien 1 keer, 2 keer hooguit. Maar voor dat denk ik ook bij mezelf van nee, we gaan niet al 200 milli of 100 milli bij elkaar rapen, schapen, hoe je het ook kan noemen. Schapen, bè. Nee, sorry. Nee, je kan niet 200 milli bij elkaar gaan rapen, vind ik zelf, in de zin van alleen bij elkaar een replicate aan elkaar geven. Dat vind ik ook een beetje sneu tegelijkertijd. Ik weet niet, het is lekker geld verdienen en leuk. Maar voor mij zit de fun er dan wel heel snel op, weet je. Ik ben iemand zoals jullie misschien ook al zien in mijn livestream, zoals jullie misschien ook al weten van mij. Ik ben gewoon iemand die echt houdt van legit gewoon lekker als bij elkaar spelen. Dat vind ik het leukste oprecht. Als ik nou elke dag, de hele dag zit te glitchen, ik zit te wachten op Daddy Cool, ik zit te wachten op Engelse random mensen. Om te wachten van, oh, er is een nieuwe glitch. Oh, dit, oh, dat. En ik ben mezelf van, ja, what the fuck heb je eraan, weet je? Een gift cards to friends glitch, leuk. Koop je eigen auto. Dat is oprecht mijn mening daarover. Ja, wat nog meer? Money glitches. Nou, ik kan even gewiped, money wiped worden. Of voor geband worden zelfs. IP band, weet ik het allemaal. Dus dat doe ik ook nooit. Dat vind ik ook helemaal kut. Wat heb je nog meer? XP glitches. Nou, in ieder geval heb ik dus eentje gedaan op mijn tweede account. Maar dat is niet aan de orde. Kijk, weet je, dat is de enige glitch die ik echt na lange tijd ook weer heb gedaan. Ik speel glitch. Oprecht. Maar ja, wat in deze video gaan uitleggen natuurlijk, weet je. Ik moet dat ik het opnemen. Het gaat maar erom dat ik ook hoop dat iedereen door mij zou dat deze video ook een beetje money grinden gaat houden. Want ik heb volgens mij best wel veel mensen aangespoord die ook heel veel money lopen te grinden. Weet je, nu, de laatste weken, dagen, merk ik gewoon dat niet heel veel vrienden meer van mij GTA spelen. Iedereen gaat een beetje over naar Fortnite, andere spelletjes, dat soort shit. Andere games. Want weet je, GTA 5 Online, dat maakt iedereen gek. Oprecht. Je hebt nu een nieuwe editie voor GTA 5 Online Spent. En dan is het natuurlijk alleen voor de PS5, de New Gen, zeg maar. En de Xbox Series X en S. Dus ja, dat is toch gewoon iets te veel van het goede, vind ik zelf, weet je. GTA Rockstar loopt je gewoon af te troggelen. En ik gok ook dat dat ongeveer niet precies dat de reden. Oh mijn fuck god. Sorry. Ik denk niet dat de reden is natuurlijk dat iedereen overstapt naar andere games. Maar ik denk wel dat het onder andere zo is, weet je. Het is niet zo dat iedereen elke dag GTA loopt spelen. En weet je, GTA begint ook een beetje saai te worden. Dat zeg ik je heel eerlijk.
Ik zit nu voor gewoon Gathering Intel te doen, maar ja, weet je, wat heb ik eraan? Ik heb 28 milli. Ik heb alle businesses in de game. Ik heb alles voor geüpgraded in de game. Ik heb alle garages, heel veel apartments. Ik heb heel veel vehicles. Ik heb best wel veel Pegasus vehicles. Ik kan je ook nog even laten zien trouwens zo. Kijk, weet je, ik heb letterlijk alles eigenlijk al wel. Alle goede shit, dat heb ik in de game. Wat heb ik eigenlijk niet? Ja, heel veel supercars of zo. Maar ik heb aardig wel wat super. Ik heb best wel wat supercars in de pocket staan, maar. Alle hele goede. En kijk, zoals hier, een Search Pickup. Een Buzzard, een Savage, een Cargo Bob, een Swift Deluxe. Gekke Frogger, ja, die is gratis. Een Hydra, een Laser. Een Dinghy, een Sea Shark, dat is heel goedkoop. Maar je voelt allemaal Monster Trucks. Dat is ook gratis. Een limousine. Dat is ook om gratis. Blimp. Ja, weet je, ik heb alles eigenlijk al wel. En ik bedoel er niet mee op te scheppen, zeker niet. Alleen ik bedoel er wel mee te zeggen dat ik denk van, weet je, misschien is het tijd voor mij voor een leuke nieuwe game. Daar heb ik toevallig heb ik dat volgens mij gisteren in de video heb ik ook nog gevraagd jullie van heb je nog ideeën bla bla. Want ja, ik weet niet, ik kom er gewoon niet over uit. Ik kom er gewoon niet uit. Ja, ik weet niet. Ik vind het wel lastig. Aan de ene kant wil ik proberen zoveel mogelijk de standaard games of de basic games op mijn kanaal proberen gewoon te behouden. Een stukje van Fortnite, Red Dead, GTA. Of nou, voornamelijk GTA. En dan probeer af en toe Red Dead en heel vaak Fortnite de laatste tijd weer. En voor de rest, ja, ik zou het niet weten. Maar wat ik jullie wel mee kan geven als tip, is als je in GTA Online begint, je bent net nieuw of je hebt nog niet zoveel geld, probeer even via YouTubers, kleinere YouTubers die zoals mij voor een paar honderd abonnees hebben. En dan probeer daar gewoon even te vragen van, hey, kan ik meedoen? En niet binnenkomen in de chat, in de livestream van iemand van, hey yo, heb je geld voor mij? Of kan je met me helpen, weet je? Eerst leuk in de chat komen, dat hou ik ook heel van trouwens, dat is een hele goede tip. Van weet je, kom in mijn stream, vraag eerst even van, yo, alles goed, ik ben nieuw hier, en zeg altijd welkom, bla bla. En dan vragen of ze je kunnen helpen met money grinden. Want zo krijg je dus best wel veel geld, weet je. Als je gewoon random mensen gaat vragen, misschien is het dat je random mensen een sessie kan vragen zelfs. Dat heb ik vroeger volgens mij ook nog eens ontvangen. Gewoon mensen die vragen aan mij van, kan je helpen, kan je helpen, kan je me helpen, kan je me helpen, weet ik het allemaal. Weet je, dus ja, dat is één gouden tip. Van weet je, kom gewoon bij Nederlandse YouTubers als je Nederlands bent. Of als je goed Engels kan, kom dan bij Engels. Dat maakt zo'n verschil. Maar ja, ik weet niet. Ik zou sowieso voor iedereen ook aanraden. Koop gewoon assist een Kasatka. Koop er gelijk een Sparrow bij. Anders heb je letterlijk een Kasatka. Kan je kuitjes doen. Hartstikke leuk. Maar dan moet je telkens met een fucking dinghy. Services. Groot knoppen ga je naar services. Kasatka. Rikus dinghy. En anders kan je gewoon een Sparrowtje bellen. En die span natuurlijk overal nergens om je heen. En een Rikus Dinghy, ja, dan moet je heet dat op en neer varen, fire Kasatka, af je zet hem aan de beach, kan ook, maar dan moet je met een auto heen en weer rondrijden, nou, dan word je best wel een tijdje gek van. Maar, ja, weet je, en als je gewoon niet overuit komt, ik heb altijd al, ik probeer nu heel veel video's te maken, dus, ook over Kaios natuurlijk, hè, want ja, ook een beetje money dat hoort bij mij, dus gaat nog meer video's over komen. Maar voor nu hoop ik dat iedereen in ieder geval heeft genoten en een beetje informatie heeft gekregen. En dan hoop ik dat iedereen ook wat heeft aan deze informatie die ik heb gemaakt. Of die ik geef aan jullie bij deze. Dus ik hoop dat iedereen heeft genoten. Dan natuurlijk zoals op like knopje. Dan natuurlijk zoals het abonnee knopje. En dan voor nu zie ik jullie later weer bij een nieuwe video of livestream. Later.